Het volgende bier is de Mort Subit Kriek. Terwijl het niet een oude kriek, maar een, laten we zeggen, een jonge kriek. Goeie naam voor een bier, Mort Subit. Ja, en het is een kriek, hè. Dus een kriek is, zijn de zure kersen. Dus het is eigenlijk een kersenbier, fruitbier. Nou, je ziet het al aan de kleur, hè. Er zitten hoge... Het schuim heeft ook een roze kleur. Dat betekent dat er dus weinig kleurstof is gebruikt en dat met name de kleuren vanuit de mouten komen. Terwijl ik hem inschok, rook ik hem al. Hè? Dus op deze afstand rook ik hem al. Laten we nu gaan ruiken. Goh. Nou, ik ben wel heel benieuwd van ook wat jij van de kleur vindt. Probeer hem eens te omschrijven. Ja, ik zou dit dus een rood geven. Die neigt richting oranje. Hij is tweeschijn. Hij is niet troebel, hij is niet helder. Hij zit er niet helder naar. Tussenin. Ja. Maar goed, en dan die geur. Je zegt dan van je schenkt hem in en je ruikt hem al. Er komt echt een heel boeket van fruit komt je tegemoet. Het is echt dikke amarene kersen, hè? Dus de gezoete kersen zijn dit. Ja. Maar dat is toch raar, want krieken zijn zure kersen. En je ruikt hele zoete kersen. Hier zit ook gewoon wat... zoet komt vanuit die mout ook naar voren. Bier is natuurlijk altijd een suikerdrankje. Dus je creëert suiker vanuit je mouten en dat ga je vergisten. Dus bier heeft altijd een zoete toon. Gaan we proeven. Ja, dan proef je wel die kersen. Heel fruitig. Heel fruitig. Die kersen hebben wel een tikkeltje zuur erin zitten. En dat maakt hem net dat je hem kunt drinken. Hij is behoorlijk zoet namelijk. Hè? Dus je hebt wel dat zuurige nodig om toe te werken naar je volgende slok. Je hebt echt die zuurheid en die zoetheid erin. En als ik die zuurheid in mijn mond proef, dan heb ik het idee van ik ben een snoepje aan het eten, een zuurtje aan het... Hele harde zuurtjes, ja. Die dan eigenlijk wel zuur zijn, maar met name altijd nog gewoon dik zoet zijn. Precies. Proost. Thank you.